Van alle Polen, Bulgaren, Roemenen en andere nationaliteiten die in Westland werken, slaapt een groot deel buiten de gemeente. Hoe dichter arbeidsmigranten op het werk wonen, hoe beter. Maar mag dat dan op het terrein van de tuinder of moet dat in grote nieuwe woontorens of op bedrijfsterreinen zoals ABC Westland en Flora Holland? Of misschien wel alle drie? De gemeente Westland is er nog niet uit. De twee grootste oppositiepartijen in de raad vinden dat het allemaal veel te lang duurt. Westland Verstandig en Gemeentebelang Westland komen met een initiatiefvoorstel voor tijdelijke huisvesting van maximaal 10 jaar op eigen terrein. Toch wacht de meerderheid van de gemeenteraad op een voorstel van het college. Ja, als je niks wil, als je geen vooruitgang wil, nee, dan moet je alles aan elkaar blijven koppelen. Dan moeten we gaan koppelen dat we misschien voor grotere huisvesting bij ABC gaan, een grotere huisvesting bij de Hortucampus. Ik zou me zo kunnen voorstellen en dat we misschien ook kiezen voor deze variant. Maar dan gaan we het allemaal weer aan elkaar koppelen en dan weten we zeker dat over 5 jaar hebben we nog niks. Het college is zeer zeker bewust dat dit een urgent probleem is voor onze economische motor hier. Tuinbouwsector, tuinbouwcluster, agrologistiek moeten we ook oplossen en het moet ook voldoende goed opgelost worden. Uw initiatief waardeer ik en er staan ook wat mij betreft goede dingen in. Die nemen we mee in de afweging, in het verhaal waarmee we met een oplossing komen. En met het geheel willen we graag uw kant op komen. Na het opstappen van Karins Winkels behandelt Pieter Varenkamp het dossier straks de nieuwe wethouder Albert Abbé. Dat nieuwe beleid hebben we voorlopig nog niet. Voorlopig moet meneer Abbé nog ingevlogen worden. En voordat meneer Abbé weet waar het over gaat, dan zitten we zomaar tegen de paastijd en misschien wel tegen de pinkstertijd. Ik heb in de raadsvergadering en in de brief heeft het college geschreven eerste kwartaal van dit jaar. En dat is dan dus maart. Ja,